Are you satisfied? Ik kwam even hier om te zeggen. Heeft gisteren ook nog dit gemaakt? Hallo, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Je stapt er middenin. Ik heb net wat kleine kledingstukken gewassen. En nu willen we het binnen drogen. Want het gaat waarschijnlijk regenen aan de wolken te zien. En Mark hier, onze genie, is bezig met iets. Met een wasrek-achtig iets. Even kijken. Is this your idea? Who else idea would it be? I mean, is this your final idea? Uh-huh. Okay. Looks very good. Are you satisfied? Yes. Thank you, so close. Let's check how your idea, not mine. Yours. What are you doing? Nou, ik heb hier mijn wat ik heb gewassen. Even kijken of mijn vriend echt zo'n genius is. Nou, daar hangt het. Ik weet niet of het er vanmiddag ook nog hangt. We zijn bij het café en nu moet ik even pauzeren voor een of andere foto-experiment. Oké. Okay. Tell me. The same thing. Wat? Het resultaat van die fotoshoot zie je nu. Flink doorgewerkt met mijn e-book. Hij is af. Ik moet alleen nog bij elke pagina de paginanummers en dan de inhoudsopgave goed doen. En dan zijn het 85 pagina's vol met mijn aanraders, een bucketlist, reisroutes, informatie over hoe je een vliegticket boekt naar Ghana, hoe je visum werkt, hoe het reizen in Ghana zelf werkt, waar je kunt eten en drinken, waar je dan op moet letten. Als je ergens een verblijfplaats boekt, waar je dan op moet letten. Hallo, ik kwam even hier om te zeggen dat mijn e-book online is, mijn Nederlandstalig e-book. Je kunt hem via de link hieronder bestellen en ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt. Dus ik ben gewoon weer een soort van op de onderwerpen nagegaan. Veiligheid, gezondheid, hoe zou dat moeten met geld pinnen, hoe kan ik me verplaatsen in Ghana. En het was echt een beetje zoals ik dat zelf had toen ik hier voor het eerst kwam. En wat eigenlijk nog veel leuker was, is om de lijst van mijn favoriete plekken in Ghana weer op te stellen. En te kijken, is dat nog steeds een leuke plek voor mij? Zijn er nieuwe plekken bijgekomen die ik leuk vind? Die zijn er. En gewoon die herinneringen een beetje met mezelf ophalen, met wat ik daar beleefd heb. En ook wetende dat waarschijnlijk veel van de mensen die het e-book bestellen ook daadwerkelijk naar Ghana komen. In de toekomst natuurlijk. En dat die dan ook naar die plekken gaan en dat ze ook kunnen zien wat de ondernemers daar en het personeel en alles daar allemaal
aan het bereiken is. Ja, dat vind ik heel leuk. Dat ik dat met andere mensen kan delen. In eerste instantie al om naar Ghana te komen. Want nou ja, je begrijpt het. Ik vind Ghana een heel mooi land. Heel divers. Ik denk oprecht dat er voor iedereen iets leuks is in Ghana. Dus ja, lijkt me heel leuk als er straks hier heel veel Nederlands sprekende reizigers in Ghana zijn die gebruik maken van mijn e-book om hun weg hier te vinden. Wil ik nog wel één toevoeging geven, namelijk bedenk wel altijd waarom je gaat reizen. Kijk, kom niet helemaal naar Ghana vliegen vanaf Nederland of België om hier 2 weken in een hotel hier de Lazarus te suipen. Kom zo lang als je kan en probeer ook zo bewust mogelijk te reizen. Maar daar staan nog allemaal tips in mijn e-book. Ik was even vergeten dat het vrijdag is en dat we dus spelletjes moeten doen vanavond. En er is ook nog iets anders wat jullie moeten weten. Namelijk onze gezinsuitbreiding. Dit staat hier nu heel mooi naast het café, maar dat nemen we vanavond mee. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag zaterdag. Mark is naar het café gegaan, want die heeft wat mensen vandaag die wat fietsen willen huren. En ik blijf thuis, onder andere omdat de was gedaan moet worden. We hebben een erg traditionele rolverdeling, zoals je hoort. Nee, grapje, Mark doet heel veel. Maar ja, ik ga even de was doen. En ik ben even met hem meegelopen naar de straatkant om bij een winkel iets te kopen. Dat zal ik het dan zo even laten zien. Het is niet heel bijzonder of zo, maar even om aan te geven dat je, als je hierheen komt, dat je dat soort dingen dus niet mee hoeft te nemen, want dat hebben we hier. Wat ik heb als eerst: een wc-rol. Die hoef je niet vanuit Nederland of België mee te nemen. Wasknijpers zijn ook gewoon verkrijgbaar. Dan wattenstaafjes. Die nam ik dus altijd mee uit Nederland. Want ik besefte me nooit dat mensen hier ook gewoon hun oren schoonmaken. En het belangrijkste voor vandaag: waszeep. Ik vergeet nu wel alleen nog wel iets. Want het laatste shot van gisteren was natuurlijk die planten in de auto. En die planten die staan nu bij ons in het appartement. Hier staan ze nog even. Ze moeten ook hier staan hoor. Maar zoals je ziet, daar is ook nog allemaal rommeltjes van mij. Dat komt in de kast. En dan kunnen we dit mooi neerzetten. En hier nog even wat in de vensterbank. En hier, dit moet dus zo over het hoofd van je bed. Dus ja, ons huis wordt al een beetje meer persoonlijk. Ook de bedlakens en de matraskoffer gedaan. Vooral met het drogen. Ik dacht eerst, oké, ik doe hem over de muur. Heb ik buren ook zien doen. Ik dacht, dat is handig. Dan bespaar ik ruimte op de waslijn. Dat was helemaal niet handig natuurlijk. De muur was ook veel te hoog voor mij. Ging toch naar de waslijn. Heb ik toch dat ding niet goed uitgevouwen. Die bedsheet. Dus de helft zit nu onder het zand. En ik heb echt geen zin om het opnieuw te doen. Dus ik hoop dat het gewoon met het drogen dat je er gewoon af kan vegen. Maar ik ben niet zo heel goed in bedsheets ophangen. Ben ik vandaag achtergekomen. Goedemorgen en welkom in de jungle. En zoals je achter hier ziet,
Mark heeft gisteren ook nog dit gemaakt. Een bureau, er komt natuurlijk nog een stoel bij. Maar het is wel een beetje sad. Deze plant gaat al het leven laten, geloof ik. We hebben nu ook de start van de kast. Hier moeten natuurlijk nog kledinghangers komen. En hieronder wil ik een soort van mandje waar dan wat spulletjes in kunnen. En hieronder, zodat ik daar spulletjes kan hebben die we niet zo vaak gebruiken. En dan nog meer in de badkamer. Hier zit even Joyce. Nu dit. En dit. What's the next project? 10 points! Hoi, hallo. Het is vandaag maandag, een nieuwe week. Je ziet wel waar ik nu ben. Ik ben hier weer na een weekend zonder internet terug op internet ook. Het is een heel belangrijk topic in mijn leven. Maar wat ik ook nog even wil zeggen is dat gisteren de president heeft gesproken, de president van Ghana, over de nieuwe maatregelen in Ghana. Het is bijvoorbeeld zo dat introtus en taxis mag weer helemaal vol. Nu was er steeds ruimte tussen mensen, maar nu mogen de mensen weer naast elkaar zitten. De tourist sites gaan weer open, dus de musea en de castles. Dat is voor ons natuurlijk heel fijn. Maar fietstours, die gaan bijvoorbeeld naar Ocean Castle hier in Accra natuurlijk. Dus het is fijn dat de mensen die de tour doen deze weer mogen bezoeken. En de stranden blijven gesloten. En ook de grenzen blijven gesloten. En dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Dat is heel erg jammer voor mij persoonlijk met mijn reisbureau, gespecialiseerd in reizen naar Ghana. Je kunt niet komen. En ook hier met de fietstours. We hebben natuurlijk weinig toeristen. Er zijn natuurlijk wel mensen in Accra die nog steeds geïnteresseerd zijn om de bezienswaardigheden in Accra te zien. Dus als echt de grenzen weer open gaan, dan zouden wij natuurlijk meer klanten hebben. Dat is niet zo. Dat is jammer. Het is ook heel erg jammer voor de tourist sites, voor de hotels en de strands hier. Maar ik hoop dat je ook begrijpt dat als de grenzen weer open gaan, dat er ook een risico is dat de nieuwe toeristen ook het virus weer meebrengen. In Ghana gaat het oké op het moment. Dat willen we graag zo houden. Dus ondanks dat het voor het toerisme nog steeds slecht is. De andere kant, als al buitenlandse toeristen weer het land binnenkomen en het virus meebrengen, dan komt er misschien weer een hele besmetting. En dan beginnen we weer bij vooraf aan. En dat kunnen we natuurlijk ook niet gebruiken. Dus ja, als je plannen had om naar Ghana te gaan, je moet het gewoon nog even uitstellen. En ik weet dat het lastig is en ik weet dat je hier waarschijnlijk graag wilt zijn. Maar dat kan gewoon niet. En het is ook heel erg belangrijk om in geruchten over het mogelijk openen van de grenzen te verspreiden of andere maatregelen wat betreft quarantaine of niet. Alles wat je hoort, het is pas echt als de president het heeft gezegd. Pas dan gelden de maatregelen. Dus ga het pas dan ook tegen mensen vertellen. Zeg het dan pas op je social media. Ga geen dingen schrijven dat je hebt gehoord of je weet dat de grenzen opengaan. Je weet het niet, want de president heeft het niet gezegd. En als de president het heeft gezegd, dan is het van kracht. Ik ben weer thuis. Mark is nog even naar een ander deel van de stad, omdat hij iets moest wegbrengen daar. En hij heeft mij hier bij de straat afgezet met de Uber. En ik ga nu mijn gedownloade YouTube en Netflix eens even bekijken. Hey, hallo. Ik film vandaag een beetje weinig, want er is niet zoveel te doen. Maar wat ik kan filmen, wat interessant zou kunnen zijn. Ik heb mijn blog voor donderdag geschreven. En ik ben vooral aan het genieten van de van het internet dat ik hier heb. Maar ik hoop wel dat we zo even gaan eten. En over eten gesproken, dat de tip van deze week heeft alles te maken met eten. Yes! En die tip is namelijk, vooral voor de mensen die het Ghanese eten erg missen. In Nederland heb je tal van restaurants waar je lekker Ghanese kunt eten. Bijvoorbeeld in Rotterdam en Amsterdam. Daar zijn restaurants waar ik zelf ben geweest. Maar ik heb een blog over geschreven. Ik zal die even in de beschrijving zetten. Er is ook nog een andere link bij, want een andere website heeft ook mijn blog gepubliceerd over jollof eten.
waar je dat kunt doen in Nederland. En daar stonden ook nog wel restaurants in die ik zelf niet heb genoemd. Dus check dat even hieronder in de links van de videobeschrijving. En de lunch van vandaag is weer rijst en stil. Nou, die rijst die was even niet goed gevallen of zo. Ik kreeg er enorme buikpijn van. Het is ook bijna 6 uur, dus we gaan ook bijna naar huis. En dan sluit ik ook nu de vlog af. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je volgende week weer.